Mag een vrouw dan niet buitenshuis werken? Nou, daar zegt deze tekst niks over. Soms is dat gewoon nodig: dat je buitenshuis werk verricht. Het is vaak ook goed en verrijkend om iets buitenshuis te doen. Dus daar lijkt me bijbels gezien niks tegen te zijn. Mits, en dat is wel heel belangrijk, mits dat nooit ten koste gaat van je primaire roeping. En als je getrouwd bent, als je een gezin hebt, als vrouw, dan is die primaire roeping in eerste instantie je man, je huis, je gezin. En als er daarnaast tijd, ruimte overblijft om iets te doen, niks mis mee. Als tweede roeping. Als dat dus maar nooit ten koste gaat van je eerste roeping. Want anders zegt de Bijbel heel scherp in 1 Timotheüs 5. Als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, die heeft het geloof verlogend. En die is erger dan een ongelovige. Kinderen hebben een moeder nodig. De vader trouwens net zo goed. Maar zeker een moeder. En het is niet achterlijk moeders... als je ervoor kiest om daar je prioriteit te leggen. En dat betekent ook zeker niet dat je daar buiten niks kunt betekenen. En dat zien we heel mooi in Spreuken 31. Er komen we een vrouw tegen die zorgt voor haar gezin... Maar die ook volop actief is buiten huis. Ik pak het er even bij, spreuk 31. Um, Zo maar een paar dingen, stip ik even aan. Wat we over haar lezen. Um, in de eerste plaats, zij zorgt voor haar man. Want we lezen in vers 12: Ze doet hem goed en geen kwaad. Al de dagen van haar leven. Ze is ijverig ook met haar handen. Vers 13, kijk maar, ze zoekt wol en vlas en werkt met lust haar handen. Ze zorgt voor haar gezin. Vers 15, kijk maar, ze staat op als het nog nacht is en geeft hen voedsel naar dienst maakt het bescheiden deel. Ze is ook een vrouw met visie. Kijk maar vers 16, ze denkt om een akker en krijgt hem van de vrucht van haar handen plant ze wijngaard. Het is ook een vrouw die oog heeft voor de behoeften van mensen in nood. Mooi. Vers 20, hè? Kijk maar. Ze breidt haar handpalm uit tot de ellendige. Ze steekt haar handen uit tot de noodruchtige. Ze heeft oog voor mensen in nood. Ze is ook uh, ontzettend creatief. Kijk maar vers 1 en 22. Ze maakt voor zich tapijtsieraad. Haar kleding is van fijn linnen en purper. Ze is wijs. Het is een wijze vrouw. Er wordt naar haar geluisterd. Deze in vers 26. Kijk maar, ze doet haar mond open met wijsheid. En op haar tong is leer van goeddadigheid. Nou, u ziet, gemeente, dat is heel wat anders dan slaafse onderdanigheid.